Ja, en ja, ik vond dat zo komisch en ik dacht van hij doet dat plagerige contact doet hij met mensen en hij kan daar mensen ook mee helpen. Toen dus dacht ik van nou als er iets is qua werk wat mij leuk lijkt om te gaan doen, dan is dat het wel. Maar ik vertel ook het verhaal dat toen ik uh, acht jaar, toen ik in groep 8 zat op de basisschool, mm -hmm. ja, toen zat ik met mijn moeder in een café mm -hmm. en wij gingen wat te drinken bestellen en dan keken we op de muur en uh, mijn moeder zei: Van, wat wil je graag hebben? En ik keek op die borden en ik zei: van... Ja, maar dat kan ik helemaal niet lezen. Want jij zit gewoon in een situatie, je bent aan het vreemd gaan. Je bent niet van plan om te stoppen. Mm -hmm. en dan kijkt die mail stout aan, en die... Nee, dat ben ik inderdaad niet, want het is toch wel fijn zo. Je luistert naar Coach 3.0, de podcast. Deze podcast is voor jou als je snapt dat coachen een vak is en als jij daar elke dag een beetje beter in wilt worden. Mijn naam is Sergio van der Pluim en ik ben auteur van de boekenserie Coaching 3.0 en oprichter van Bureau Bewezen Effect. Met veel humor, interactie en een veilig leerklimaat leiden wij mensen op in motiverende gespreksvoering, oplossingsgericht coachen en act. Kijk vooral ook even onze website op www.bewezeneffect.nl. Dan nu snel over naar het onderwerp van vandaag. Ik zit hier met Florian Roman. Florian, welkom in de podcast. Ja, dankjewel. Uh, ik ga eventjes uh, vertellen wat jij allemaal bent. Uh, je bent gezondheidspsycholoog, gz-psycholoog, ja. uh, gespecialiseerd in provocatieve therapie. Ja, dat klopt. En uh, je hebt een eigen, uh, eigen praktijk als gz-psycholoog. En uh, je bent van uh, vele markten thuis. Hè. Je hebt je verdiept in uh, cognitieve gedragstherapie, EMDR, schematherapie, hypnotherapie, NLP. Maar je zweert toch het meest volgens mij bij de provocatieve stijl. Ja, dat klopt. Ja, dat he? ik graag uh, veel plezier maak uh, tijdens mijn werk. Aha. Ja. Aha, ja, dan snap ik die keuze wel. En uh, we kennen elkaar eigenlijk al best, uh, best lang, want je hebt ooit uh, een soort, uh, soort onderzoekje. Mm -hmm. uh, of nee, het was gewoon echt je afstudieonderzoek meen ik. Daar heb je een aantal productieve coaches opgezocht en ik ja. was daar één van. Ja. Je bracht toen ook een vriend mee en die had wat relatieproblemen of zoiets. En die mocht ik even coachen. Ja. Is het nog goed gekomen met die vriend? Ja, hij heeft inmiddels een tweede kind. Oh. Van ook een tweede vrouw. Dat moet door mijn dus, uh, coaching uh, komen. Ja, Dan kan, ja mijn... dat kan niet. Oh, een tweede vrouw. Ja. <laughs> Oké. Okay. Hey, was, was, wat mij opviel, en dat, dat waardeer ik enorm. Jij was toen hartstikke jong. En je was toen al helemaal uh, aan op de provocatieve stijl. Ja. Die heb je heel jong ontdekt en omarmd. Ja. En dat vind ik oprecht bijzonder. Hoe, hoe kan dat? Ja, dat, uh, dat heeft denk ik ook met mijn uh, opvoeding te maken. En mijn vader heeft nogal een opvliegerig karakter, dus die, die, kan, die kon nog wel eens exploderen okay. en, en dan ook uh, boos worden. Mm -hmm. En uh, ja, ik, viel, ik vond het wel heel erg leuk om, om vroeg strip te tekenen, maar ook om gekke geluidjes te maken mm -hmm. en soms ook te herhalen. En dan vond ik het ook leuk als hij dan tot explosie komt, zeg maar. Dus uh, ja, soms ook niet natuurlijk, maar nee. dat is weer een ander verhaal. Ja. Mm -hmm. <coughs> Maar um, ja, zo is dat dan ook verder gegaan in de klas. Merkte ik dat klasgenoten uh, dat ik ze gewoon een beetje kon, kon plagen en jennen. Ja. En dat daar dan een reactie van komt. Ja. En ja, daar was ik altijd al een beetje verslaafd aan. Ja. Maar over het algemeen vonden mensen dat best wel irritant. Uh -huh. En ja, op een gegeven moment kwam ik er dus. Um, ja, ik studeerde in eerste instantie kunst, uh, kunst en techniek. Uh -huh. Dat was toen het eerste jaar dat die studie uitkwam, want ik was graag met tekenfilms maken bezig. Oké. Okay. Maar dan was ik in mijn vriendengroep, en die waren allemaal eerstejaars uh, psychologie gaan studeren op HBO. Ja. En um, ja, zij gingen toen. Ja, wij hingen dan altijd bij een skatebaan en ze gingen allemaal psychologische gesprekstechnieken op elkaar uitproberen. Ja, ja En ik raakte daar ontzettend van getriggerd. Het voelde voor mij alsof ze allerlei geheime gesprekstechnieken kenden, okay. die ik dan niet kende. En dat wil ik er graag ontdekken. Dus toen ja. ging naar de BIEB allemaal boeken daarover uh, huren en lezen. Ja. Ze ging dan over onderhandelingsstijl. Ja. En toen heb ik gekozen om te switchen naar, uh, naar de studie psychologie. En zij waren allemaal gestopt. Ja. <laughs> en um, ja, toen gingen in het jaar daarna gingen mijn ouders uit elkaar. Dus ja, toen ging ik toch wel verder kijken. Maar ik was ook gestopt met mijn studie. Toch op een gegeven moment onderzoek doen. En toen kwam ik op een gegeven moment dat filmpje tegen van uh, Jaap Hollander... Uh, van een opname van een sessie met een cliënt. Dat heet, staat volgens mij nog wel op YouTube. Met de dobberende dobberaar. Ja, en ja, ik vond dat zo komisch. En ik dacht van, hij doet dat plagerige contact. Doet hij met mensen en hij kan daar mensen ook mee helpen. Toen dacht ik van, nou, als er iets is qua werk... wat mij leuk lijkt om te gaan doen, dan is dat het wel. Ja. En uh, ja, toen heb ik gewoon uh, alles opgezocht wat er over te lezen is. En uh, en ja, zo is de, de verslaving begonnen, als het ware. Kijk aan, steeds niet afgekikt. Ja, geweldig. Wat een, wat een mooi verhaal, joh. Dus eigenlijk, ja, je leerde al, al jong, ook een beetje misschien om te overleven, zo met je opvliegende vader, dat je uh, met humor, dat je met gekke geluidjes uh, mm -hmm. ook hem kon triggeren. Maar dat ja. zette jou wel ook in een positie van iemand die invloed had op zijn omgeving. En je was zeker ja. niet alleen maar slachtoffer, als ik je zo beluister. Ja. Dus dat, dat vind ik altijd heel gezond. Hè? Slachtoffer zijn is nooit fijn, maar uh, effect hebben, invloed hebben op je omgeving is heel gezond voor een mens. Ook voor een opgroeiende jongeman. En uh, die invloed had je ook op je vrienden. En, uh, en zij hebben jou weer een beetje aangestoken rondom het, uh, uh, nou, het psychologische gespreksvoering. Ja, ja. Uh, dus dat ging in eerste instantie om uh, psychologische gespreksvoering in de breedste zin van het woord. Er was een, een boek van William Uli, dat ging dan over, over onderhandelingstechnieken. Mm. Nou, daar ging hij over uh, hoe krijg je in moeilijke situaties, um, kun je die toch weer een goede onderhandelingspositie teweeg brengen. Mm. En uh, dat had ik toen een keer tijdens een ruzie, en dan kon ik daar uh, dat oplossen door precies die stappen uit dat boek te volgen. Toen dacht ik van ja, hey, het werkt ook nog. Ja. Het is niet alleen beschreven in dat boek, maar als je het echt in de praktijk brengt, dan, uh, dan levert dat ook nog wat uh, op. Dus, ja, William. Uh, Uri is het volgens mij. Ja, he? Uri. Ja. En maar hoe ja. heette dat boek? Um, dat heette, geloof ik, De Doorbraaktechniek: okay. Onderhandelen met lastige mensen. Ah, okay. Maar hij heeft ook gewoon nog meer een basisboek geschreven over onderhandelingstechnieken. Mm -hmm. En ja. Nee, het ook een mooie groene kleur. Dus ik okay. vond dat, uh, voor de kleur van het boek, uh, ja, dat, dat vond ik ook wel echt prettig. Ja. Ook belangrijk, dat ja. een boek een goede kleur heeft. Ja, Oké, okay, ja. okay. maar een mooie leestip. Ja, of, en, en een goede, een goede kaft. Ja. Bijvoorbeeld, ik zie dat je daar dat boek van, uh, van NLP, Essenties van NLP. Ja. ja, dat vind ik ook echt een goed boek. Zeker. Omdat het een fijne zachte kaft heeft en een fijn uh, ja, paars-blauwe kleur ja dat ligt dan fijn in de hand. nou oh ja, want ja. ze zeggen wel never en, judge a book on its cover, maar ja. dat denk jij anders over. ja, dat denk ik zeker anders ah, okay. over. Ja, en geldt het ja. ook bij mensen? ja, ook. dat geeft je... toch de eerste indruk, hè, die, je, die je ziet op aan basis van uiterlijk. Ja. ah. dus ondanks dat jij een, uh, nou, een goed doorgeleerde officiële GZ-therapeut-therapeut uh, bent, ja. gz psycholoog uh, zeg je toch van, nee, hey, maar de buitenkant doet er ook toe. ja, nou ja, judge a book by its cover. oké. Okay. Uh. <laughs> Geweldig. Hey, um, Oké, okay, dus jij ja, 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 je houdt je bezig met de positieve stel, um, uh, terwijl je eigenlijk wel een hele ja, ook een serieus vak uh, beoefent. Hè, je, uh, um, bij GZ-psycholoog, ik, ik kan me voorstellen in de basisopleiding tot GZ-psycholoog. Ja. Uh, zit niet per se ook uh, een, een blok provocatief, denk ik? Nee, dat klopt. En, en ja. ik ben wel benieuwd, uh, is, is, dat, was, is dat een makkelijke weg voor je geweest? Of was het ook wel eens ja, zoeken naar, hé, hey, hoe ga ik uh, mijn, mijn, mijn eigen interesse volgen ja, in een, een heel serieus vakgebied? Ja, absoluut. Ja, dus. Um... Ik begon op, op, uh, op HBO mm -hmm. en uh, ik dacht dan, nou, uh, eerstejaars uh, psychologie, HBO, vond ik helemaal niet leuk. Mm -hmm. uh, dus toen ging ik zoeken naar dra dramatherapie, mm -hmm. Of Creatieve therapie leek me goede ingang. Mm -hmm. uh, dus dat heb ik twee jaar gedaan. Okay. En in die tijd heb ik dan uh, provocatieve coaches en therapeuten opgezocht door ze gewoon een mailtje te sturen van goh, ik ben benieuwd hoe je dat doet in de praktijk. Mm -hmm. En dan kon ik bij de meesten wel een keer op bezoek komen om er gewoon over te praten. En, uh, maar toen kwam ik ook achter dat, uh, dat psychologen. Uh, ja die echt in het klinisch uh, veld zaten, over het algemeen wel iets beter voor elkaar hadden dan, uh, dan creatief therapeuten. Mm -hmm. Er zaten een paar creatief therapeuten tussen die hadden het echt goed voor elkaar. Een mm -hmm. Mooie bijvoorbeeld dramatherapeut die echt een ruimte heeft met een heel theaterdecor. En, um, een muziektherapeut die echt een hele mooie muziekruimte heeft, maar er waren ook heel veel die uh, ja die die maar wat bij. Okay. En toen dacht ik van ja ik wil toch eigenlijk wel graag naar de universiteit om psychologie te studeren. Ja. En uh, ja toen zei een docent uh, van dramatherapie hij is inmiddels overleden, maar zei toen tegen me van ja wat jij wil doen, ja dat dat daar kun je vanuit gaan dat dat je daar veel geduld voor nodig hebt om dat te bereiken ja dus uh, en dat was eigenlijk ook zo ja maar heb jij dat verdiend <kuggen> nou ja blijkbaar wel of het is uh, iets van taaiheid dat ik denk ja. van nou ik wil dat graag doen ja. en uh, ondanks dat zoveel mensen zeggen van dat dat niet gaat of dat dat niet lukt ja dan blijf ik toch maar uh, doorbaggeren ja. <laughs> Ja, nee, maar ik, uh, ik vraag het ook omdat in de provoctieve stijl uh, die, die leent zich uitstekend ook voor mensen die wat minder geduld hebben. Omdat, nou ja, in die stijl mag je ook wat meer je eerste ingeving volgen en, en soms ook zelfs mensen onderbreken. Ja. Uh, dus ik vermoed dat het om die reden bij jou past, maar. Nou, ik kan heel goed uh, luisteren als okay. het echt nodig is yeah, hoor. Yeah. En vooral als, als, als een, als een uh, cliënt van mij ook nog iets uh, te vertellen heeft mm -hmm. waar, ik, uh, waar ik me goed aan vermaak, dan, mm -hmm. uh, ja, mm -hmm. dan ben ik in en al uh, uh, oor. Maar soms dan uh, dat had ik laatst een cliënt die werd boos omdat ik haar zo vaak onderbrak. Mm -hmm. Maar zij vertelde dingen aan mij. Dat, dat zei ik ook tegen haar. Van ja, maar jij vertelt nu aan mij wat jij zelf al heel vaak tegen jezelf. Hebt verteld. Hmm. Dus dat is voor jou zelf helemaal niet vernieuwend. Ja. En daarom onderbreek ik je, ja. want daar voeg ik er graag wat aan toe, ja. zodat je ook nog wat nieuws hebt. Ja. ja, Nou, toen vond ze het wel goed dat ik elkaar okay. onderkwam. Ze had eventjes een beetje uitleg nodig. Ja. Even voor, voor de luisteraar die ook nog uitleg nodig heeft. Wat, wat, wat is het eigenlijk, provocatieve coaching of provocatieve therapie? Ja. ja, ik zie provocatieve therapie, ja, het wordt meestal uitgelegd als een combinatie van. Warmte, humor en uitdaging. Mm -hmm. Dus het empathisch contact. wat je ook meer in cliëntgerichte therapie uh, ziet. dus uh, dat, dat um, onvoorwaardelijke acceptatie van iemand als persoon. En daarnaast wordt er een flinke dosis humor gebruikt. en uitdaging. En ja, ik werk dan in de praktijk graag met emoties. Dus ik wil graag uh, emoties van cliënt zien. Want ik denk van nou, waar emotie zit, daar zit ook uh, verandering. Dan mm -hmm. gebeurt er tenminste wat. Oké. Okay. En um, ja, graag gebruik maken van overdrijving. Mm -hmm. Om ook patronen uh, te doorbreken. Mm -hmm. Dus overdrijving zie ik daarbij ook echt als een, uh, als een basistechniek. Tijdens een intakegesprek doe ik met cliënten meestal congruent. Mm -hmm. Want ik wil gewoon weten met wie ik een gesprek heb. Mm -hmm. Maar ik gebruik ook altijd wat overdrijving en humor. Mm -hmm. Gewoon om te kijken van, well, iemand, is, is iemand daar vatbaar voor? Mm -hmm. Moet ik mijn humor soms bijstellen? Um, en als ik wat overdrijf, dan krijgt de cliënt de gelegenheid om mij te corrigeren. Hmm. Ja. En waarom is dat uh, nuttig? Nou, dan krijgt hij zijn eigen problemen scherper in het vizier. Aha. Interessant. Ja. En wat ik wel verfrissend vind, hè, die, die humoruitdaging en, uh, en warmte, die, die is bekend. Maar jij ja. zegt ook, ik ga echt voor de emotie. Ja. En uh, die vind ik wel verfrissend. Die hoor je niet zo vaak. Uh, hoe doe je dat? En, en uh, heb je misschien voorbeelden van, van hoe dat er in de praktijk uitziet? Ja, door bijvoorbeeld uh, wat, uh, wat te overdrijven. Hè? Emotie kan zijn dat iemand begint uh, te lachen. Mm -hmm. Dat iemand wat rood in zijn gezicht wordt. Of begint te trekken met zijn gezicht. En wat doe jij Iets dan? Iets van uh, reactie. Ja, dan ga ik daarmee door. En, ja. en, en dus dan je ga... kijkt... Ja, ja, precies. Dus je kijkt van... Hoe reageert de, de... Wat zeg je? Cliënt of patiënt? Ja, ik zeg dat cliënt. Ja. Ik vind patiënt... Um, ja, dat wordt meer in klinische setting ja, gebruikt, ja. maar ik heb daar ook wel eens een gesprek over gehad met een collega een gz psycholoog en die zei: ik noem iedereen die bij me komt een patiënt, Zo. zodat hij de ernst van zijn klachten ziet en daar ook serieus mee aan de slag gaat. Oh, wow. ja, dat ja, is ja. op zich al provocatief, maar dus <laughs> jij ziet uh, uh, bij je cliënt zie je dus emotie en dan weet je van: ook oh, ik ga door op dit, uh, uh, op ja. deze deze tour zeg maar. Ja. En als wat... ik denk dat het helpend is wel. Ja, dan kan je het denk... dit iets concreet maken. Hè? Dus je, je zei net van uh, iemand wordt misschien rood of uh, mm -hmm. je ziet iets anders. Maar neem ons eens mee in een verhaal waarbij er emotie uh, ontstaat bij de cliënt en, en hoe jij dat triggert. Nou, bijvoorbeeld, um, we hadden net over een intakegesprek. Ik heb een, um, ja, dat was ongeveer een jaar geleden een intake gehad met een wat oudere man die in een uh, ja, consultancy-achtige bureau werkte... met heel veel beeld van ervaring had hij. En ja, ik, ik gebruikte dan wat overdrijving. Hij zei van, ja, ik doe dat één keer per dag ongeveer. Ik zei van, oké, okay, dus je bent er eigenlijk voortdurend aan het doen. en Wat doet hij één keer per dag? Nou ja, dat hij, dat hij, dat hij uh, bepaalde gesprekken, hij was nogal vermijdend. Dus okay. hij ging dan uh, gesprekken uit de weg. Ik zei dat zei ik bijvoorbeeld tegen hem, van ja, dus je doet alleen nog maar online en je komt je huis niet meer uit oh, ja. en de, de pizzadozen stapelen zich op. Ja. Nou, en hij keek voor zich uit naar de grond en hij zei, ja, dit vind ik echt helemaal niet fijn. Dit vind ik echt helemaal niet leuk. En toen gaf hij aan van ja, ik ben onderzo onderzocht voor autisme. Mm -hmm. En toen zei hij tegen mij ook direct: van Ja, en autisten hebben geen gevoel voor humor. He, dus toen dacht ik: Oké, okay. zei ik, nou, legde ik hem uit waarom ik die overdrijving maakte. En toen begreep hij het. Ja. En daarna hebben we gesprekken gehad, eerst congruent. Maar langzamerhand, dat dus zie ik als een soort volumeknop, mm -hmm. voegde ik steeds meer humor toe. Okay. En aan het einde van het de, van de, van de traject, van de, van de gesprekken die we hadden... Ja, waren we eigenlijk constant wel over zijn problemen aan het praten. Maar wel veel met humor. En hij improviseerde ook. En dat vind ik het allermooiste als ik een, uh, een overdrijving doe. Mm -hmm. En die cliënt doet het zelf nog een schepje bovenop. Mm -hmm. Ja, dan, dan heb je een mooie dynamiek te pakken, vind ik. En dat deed hij ook. Ja. Dus uh, ja, met autisme. Um, ja, soms uh, hebben autisten juist een heel goed gevoel voor humor. Mm -hmm. En dan is het gewoon even samen weer zoeken. Ja. Maar waar zit hij dan precies? Ja. ja. Wat gaaf. En, en een mooie beeld ook, die, die, die volumeknop. Dus dat betekent dat jij kunt kennelijk heel bewust doseren... van nou, hoeveel humor kan dit gesprek of kan deze persoon hebben op dit moment? En dat voer je dan langzaam op. Uh, ja, ja, meestal begin ik met de volume als het van schaal 0 tot helemaal geen humor... Uh, op schaal 10, ja. dat, er echt, uh, ja, dat, dat de grond aan het trillen is omdat de bas zo hard staat. Ja, ja dan zet ik tijdens een intakegesprek... Um, ongeveer op twee, ja, 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 en dan doe ik hem af en toe een beetje omhoog draaien mm -hmm. om te kijken van wat de reactie is. Maar dat heb ik ook moeten leren. Ben de aardig vaak uh, mee op mijn bek gegaan. Ja. He, dus um, vroeger had ik me graag constant in het begin al hard aanstaan. Ja. Maar ja, ik, ik heb dat ja, toch wat meer weten te kalibreren met wat, 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 waar een cliënt behoefte aan heeft. Oké, okay. dus je bent steeds beter gaan afstemmen eigenlijk. En, ja. en uh, aanvoelen ja. wat, 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 ja. wat is passend op dit moment. Ja. En dat betekent dus ook dat jij de provocatieve stijl met een congruente therapiestijl voortdurend afwisselt. Ja, okay. dat klopt. Ja, hangt er maar net vanaf wat een cliënt nodig heeft. Ja. En um, in het begin... Toen ik net begon te werken, dacht ik: ik wil vooral zelf heel veel plezier hebben. Mm -hmm. Maar nu uh, hecht ik het meeste waardering eraan als we samen plezier hebben. Oké, okay. ja. Het ja, ja, dus en en, het moet een win-win zijn wat ja, dat betreft. Zeker. Ja. Maar wel mooi ook om te horen dat jij jezelf best belangrijk durft te maken als therapeut. Ik, ik uh, onderschrijf dat ook. Ja. Uh, en dat doet niet iedereen. Hè. Er zijn denk ik best veel coaches of therapeuten die denken... nou ja, de, de klant is koning of, of de cliënt die is het allerbelangrijkste. En ja. dat ik ook uh, aan mijn rust toe kom of uh, in vorm ben... ja, ja. dat is uh, van ondergeschikt belang. Ja. Maar jij hebt het eigenlijk bijna omgedraaid in je loopbaan. Uh, en je bent van als ik het maar leuk heb, naar, nou laten we het samen leuk hebben. Ja, precies. Ja, ja. ja en... Dat eerste dat heeft er ook wel eens voor gezorgd dat, uh, dat, het, gewoon, dat het gewoon helemaal niet zo goed liep. Okay, maar dat is ja. ook wat een blinde vlek geweest. Mm -hmm. Ja, daar, uh, daar heb ik dan ook gaandeweg achter moeten komen. Ja, ja. Ja. Hey, en, en die humor is die jou altijd zo makkelijk afgegaan? Of is dat ook iets wat, wat een mens kan leren? Ja, ik denk dat dat iedereen dat wel uh, kan leren. Mm. Alleen ja, er zijn heel veel verschillende smaken humor. Ja. En ik hou heel erg van ab absurdistische humor. Mm. Dat is mijn persoonlijke voorkeur. Mm -hmm. Maar er zijn ook mensen die hebben weer andere humor. En uh, dat vind ik dan ook leuk om daar weer mee aangestoken te worden. Ja. Soms verrassen cliënten me daar dan ook uh, enorm mee. Ja. Heb je een voorbeeld van absurdistische humor die je inzet <coughs> tijdens uh, therapiegesprekken? Nou, ik, dat zet ik dus... Ja, daar moet ik even over nadenken. Mm -hmm. Nou ja, bijvoorbeeld een verhaal die ik wel eens vertel bij, bij tics. Uh, zeg maar, een tic is dan een, een, een beweging... Waar je geen uh, controle over hebt. Bijvoorbeeld trekken van een mond, mm. snuiven van een neus, mm. het, 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 uh, ja, het, 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 het krabben aan een bepaalde plek. Mm. En hoe ze dat, uh, zeg maar, in cognitieve gedragstherapie of weer klassieke therapie hoe ze dan met tics omgaan, is door middel van onverenigbare responsen in te zetten. Mm. En een onverenigbare respons, ja, dat klinkt heel complex, maar het komt erop neer dat je een handeling uitvoert die niet verenigbaar is met het ticgedrag. Okay. Dus um, om een voorbeeld te geven, ik heb een uh, neusoperatie gehad omdat mm. ik niet kon ademen door mijn neus. Mm. En voor die neusoperatie deed ik vaak <tus> <tus> snuiven met mijn neus. Oké. Okay. Nou, na die operatie kon ik vrij ademen, ja. maar ik bleef nog steeds dat doen terwijl oh. het niet meer nodig was. Okay. Dus er was een soort tik ontstaan ja. en een onverenigbare respons is dan uh, gewoon rustig in- en uitademen ja. via de mond. Ja. ja, dan kun je niet tegelijkertijd snuiven met je neus. Nee. Dus dan had ik een cliënt die had dan ook een soort tik. <coughs> Daar heb ik dan die onverenigbare responses mee doorgenomen en dan gekeken van welke kun jij niet tegelijkertijd doen. Oh, ja. Die niet, die, die niet past bij jouw tik. Ja. Nou, daar zijn we dan op iets uitgekomen. Maar dat is gewoon heel congruent. Ja. Maar ik vertel ook het verhaal dat toen ik, uh, acht jaar, toen ik in groep 8 zat op de basisschool, mm -hmm. ja, toen zat ik met mijn moeder in een café mm -hmm. en wij gingen wat te drinken bestellen. En dan keken we op de muur. En uh, mijn moeder zei van, wat wil je graag hebben? En ik keek op die borden en ik zei van, ja, maar dat kan ik helemaal niet lezen. Mm -hmm. En toen zei ze van, ja, je hebt een bril nodig. Dus wij zijn toen samen naar de optician gegaan. <coughs> en wij kwamen daar voor een um, meting van de bril. En ja, daar zat dan een man aan tafel. En dat was een wat oudere man... Met een wat kalend hoofd. Hij had zo'n bandkapsel. Met mm. bovenkant kaal en aan de mm. zijkant een band. Okay. En die man die keek wat voor zich uit. En hij deed zijn wenkbrauwen omlaag duwen en omhoog. Zo, alsof hij oh. boos en verbaasd was, snel achter elkaar. Oh, okay, yeah. En ja, ik, ik was daar. Ja, ik was nog, hoe oud ben je als je in groep acht bent? Twaalf jaar of zo. Dus ik was daar twaalf jaar en ik keek zo naar die man die dan zijn wenkbrauw omhoog en omlaag doet. En ik dacht bij mezelf, maar wat, wat vindt vind die man daar zo fijn aan om dat te doen? Ja. Ik was daar verbaasd. Ja. Dus ik dacht, ik probeer het zelf ook een keer omhoog en omlaag met mijn wenkbrauwen. En ja, het voelde een soort spanning en ontspanning direct achter elkaar. En die man die keek mij aan en die was heel erg blij. Hij keek heel erg blij en soort opgelucht. En ik dacht van nou, waarom is die man zo blij? En hij had zijn gezicht in één keer heel erg ontspannen. Maar toen was ik in één keer aan het, dat aan het doen. En hij, hij, hij zei van nou, dankjewel. Ik wou er al een tijdje vanaf. En ik uh, liep daar de winkel uit samen met mijn moeder dan. En ik bleef dat maar doen. Ik dacht, potverdomme, ik heb dat, ik heb dat nu overgenomen Tikken van die overgenomen. man. Ja, ja en, en ja, ik had daar zo... Een, een, een paar maanden liep ik daar zo mee rond. En ik kon dat niet meer ophouden. die spanning en ontspanning van de wenkbrauwen. En toen liep ik door de stad. En er was een vrouw van rond de 30, die keek mij zo aan. En met een beetje verontwaardigde een beetje blik, terwijl ik mijn wenkbrauwen omlaag en omhoog aan het doen was. En toen deed zij het ook. En in een keer voelde ik zo diep van binnen... een soort opluchting, een bevrijding. Alsof iets uit mijn lichaam trad. En, en zij keek zo... Hè, en ze keek maar... Verbaasd van, hé, hey, maar ik kan hier niet meer stoppen. Ik kan hier niet meer stoppen. En ze liep verder en ik zag haar verder lopen terwijl ze haar wenkbrauw omhoog en omlaag deed. Dus dat zijn dan van en die. Toen was jij er vanaf? Toen was ik er compleet vanaf, ja. Een soort opluchting, een soort bevrijding. En, uh... en die tik die gaat nu waarschijnlijk nog steeds de wereld ja, over. Van mens ja, tot ja. mens. Ja, zeker. Dus, dus dat zijn van die, van die overvliegende tiks. En, en ja, soms gaat dat dan. Dat zijn van die tiks die dan. Uh, ja, lang blijven hangen. Hè? Ja, die, die, zijn, ja. die, die kleven wat meer. Ja. En soms zijn het ticks die, die vervliegen ook wel eens heel snel. Je hebt bijvoorbeeld ook wel eens dat mensen op een, op een bank zitten, bijvoorbeeld in, in de bioscoop. Maar bijvoorbeeld ook in, in een klein bankje, op een klein bankje in een park. Ja. Daar zitten dan drie mensen naast elkaar. Ja. Dan zie je een tik ook wel eens zo van links naar rechts gaan. Bijvoorbeeld trekken met de mond naar rechts. Ja. Ja, dat is dan een tik die dan de rechterkant op beweegt. Het gaat maar één kant op. Maar soms gaat hij ook weer heen en, heen en weer. Het is wel steeds moeilijker worden om je serieus te nemen nu. Ja. En, dan als Dit je dan, jij? Ja, en als je dan in een bioscoopzaal zou zitten, dan zou je kunnen zien als je dan, ja, normaal gesproken kijk je naar het scherm, maar als je aan de andere kant zou staan en je zou naar het publiek kijken, mm -hmm. dan mm -hmm. kun je ook wel eens, als de zaal niet te donker is tenminste, tiks van boven en dan gaan ze zo'n slalombeweging door de hele zaal en dan beneden komen ze weer terug naar boven. Het ja, maar... moet niet gekker worden, Florian, maar jouw absurdistische ja, dus humor de... die komt nu wel uh, <laughs> mooi uh, tot zijn recht. Nou ja, dat is dus een voorbeeld van, van absurdisme. Het verhaal ja. is. Ja gedeeltelijk waar gebeurt. Ja, ja, en ja. ja, dat vertel ik dan. Ja. En, en ja, die man die, die gaat dan op een hele andere manier... over zijn eigen tikgedrag. Ja. Want het eerste kader waar die man mee kwam... is dat hij zei tegen zichzelf... waarom doe ik dit de hele tijd? Ja. Er is iets mis met mij. Ja. Uh, waar, ik, ik ben iemand die, die gewoon... Er is, ja, ik, hij had medisch onderzoek gedaan. En waarom kom ik er niet, niet vanaf? Altijd die, die, die rotkeel, hij had al last van keelklachten daardoor. Mm. En hij was toch ook echt boos over zichzelf. Nou, we hebben gewoon een uur lang alleen maar zitten lachen over dat tikgedrag. Ja. Ja, dus dat is een, een, een voorbeeld van uh, absurdistisch kader geven ja. aan uh, probleemgedrag van, uh, van ja. cliënten. Ja. Ja. Dit doet me trouwens ook denken aan, aan een term die uh, uit de RFT komt. De relational Frame Theory. En dat is namelijk uh, transformatie van stimulusfunctie. Zegt dat jou wat? Transformatie van stimulusfunctie. Ja. Ja dus, dat, ja. dus voordat die persoon bij jou kwam... had zijn tik waarschijnlijk uh, de functie... enerzijds zal het hem iets hebben gebracht... want anders ga je er niet meer door. Maar anderzijds ja. misschien ook wel afkeuring door mensen... of raar gevonden worden, et cetera. Ja. En die hele mengeling die ervoor zorgde dat het bleef. Ja. Maar bij jou gebeurde er opeens iets nieuws. Jullie hebben een uur zitten lachen om zijn tik. Ja. Dus, dus datzelfde uh, beweging, kreeg opeens een nieuwe lading. Namelijk ja. werd iets lachwekkends, iets leuks, iets humorvols. Ja. Uh, dus, dus de functie van de stimulus veranderde. Ja, en dat vind ik ook uh, directe kracht van provocatieve therapie. Of mm -hmm. één ding wat het effectief maakt... Mm -hmm. is dat uh, de betekenis van probleemgedrag mm -hmm. door overdrijving... En het is in een absurdistische of humoristische context te plaatsen. Mm -hmm. uh, de betekenis verandert daardoor compleet. Ja. Ja. En uh, ja, dat vind je ook regelmatig terug in de literatuur. Mm -hmm. Het lukt mensen niet meer om hun eigen problemen serieus te nemen. Ja. Omdat ze als ze aan het probleem denken... ook terugdenken aan alle gekke gesprekken... die ze met hun psycholoog erover hebben ja. gehad. Ja. En dat vind ik mooi. Als ja. dat doel bereikt is, dan is de grootste winst wat mij betreft al binnen. Prachtig. Het zou <coughs> nog mooier worden als we dit gewoon even kunnen aantonen. Dat dit echt werkt. Ja. Ja. Ik geloof het wel, maar helaas is er nog niet zoveel wetenschappelijk bewijs over ja. de effectieve stijl. En het is ook niet voor iedereen. Soms denk mm. ik dat ik heel effectief ben geweest. Mm. En uh, denkt een cliënt dat uh, die vindt mij dan gewoon heel vervelend en die wil het contact verbreken. Mm. En uh, ja, soms is een cliënt daardoor een stuk assertiever geworden. Mm -hmm. Maar uh, zeggen ze van nou, goh, ik wil niet meer verder met je in gesprek. Mm. Maar als ik dan zie dat iemand assertiever is geworden, beter zijn grenzen aangeeft. Uh, door ook het gesprek met mij te beëindigen, mm -hmm. ja dan, uh, dan vind ik dat uh, eigenlijk eigenlijk een, een mooi resultaat. Een teken ja. van vooruitgang. Ja. Ja, ja. Ja, ja, daar zit wat in. Um, en het is ook niet voor iedereen. Sommige ja. mensen willen gewoon graag bij iemand op de stoel zitten die geduldig naar hun luistert. En waar ze lekker uit kunnen huilen. Ja, dat mm -hmm. kan hier ook wel natuurlijk. Maar uh, ja, er zijn verschillende stijlen van, van therapie of van begeleiding ja. of van coaching. Ja. En wat dat betreft uh, is er een ruim menu waar mensen uit kunnen kiezen, en dit is een van de smaken die je daar uh, ja, tussen kan vinden. Ja. Um, een andere positieve uh, coach noemt hij zichzelf Willem Beekhuizen, misschien ken je hem wel. Die vertelt wel eens dat hij uh, hij maakt regelmatig mee dat het echt beter gaat met een cliënt, aantoonbaar beter, en ja. dat die cliënt daar zelf over zegt: ja, ja, het gaat wel echt veel beter, maar dat komt niet door jou, hoor. Ja. Wat ja. nou, wel opvallend is dat dat nou net tijdens die, dat traject met, met deze coach uh, plaatsvond. Ja. En ik snap het wel, want een proactieve coach doet heel anders dan, dan een normale coach. Ja, zeker. En, en het is bijna niet te geloven dat je daardoor vooruit gaat als cliënt. Uh, maak je dat ook wel eens mee, dat mensen het niet toeschrijven aan jouw begeleiding. Terwijl het wel erg toevallig is dat het opeens een stukje beter gaat. Ja, dat, alleen daar hoor ik dan niet zoveel van terug. Nee. Hey, bijvoorbeeld een. Uh, een cliënt, dat was een vrouw die werd gepest op het werk. Mm -hmm. Dat is echt al jaren geleden. Mm -hmm. En zij had twee andere collega's, die waren ook al door dezelfde andere vrouw. Ik noem haar maar even de heks, mm -hmm. want zo noemde ik haar ook tijdens het gesprek. <laughs> ja. Dus er zat een heks op de bedrijfsvloer, die vertoonde pestgedrag richting collega's. Nou, zij had al twee mensen weggepest van het bedrijf. Zo. En die cliënt, die was een, een vrouw, die kwam bij mij op bezoek, Dat was nummer drie in de rij en Maar zij vond haar werk heel erg leuk. Mm. En ze zei, ja, maar ik laat me niet kennen. Ik ga er niet weg. En ik blijf er gewoon zitten. Mm. En ik ga gewoon door. Mm. Maar ik heb wel echt last van haar. En ze was ook erg boos. Mm. En zei, ik hoor hier niet te zitten. Zij hoort mm. hier te zitten. Mm. Want zij is degene die de boel terroriseert en het rotgedrag yeah. vertoonde. Maar wat bleek, die heks was dus beste vriendinnen met de vrouw van de baas van het bedrijf. Mm. Dus die was daar gewoon echt niet weg te krijgen. Nee, nee. Dus... Nou, eerste gesprek tijdens Intik zei ik tegen haar van, goh, ja, ik kan niks aan die heks van jou doen. Ik kan haar niet veranderen, want zij is niet degene die bij mij op gesprek komt. Maar ik kan wel met jou puzzelen over hoe je jezelf wat meer weerbaar kan maken. Mm. tegen dat soort gedrag. Mm. Laten we daar samen eens naar gaan kijken. Mm. En toen kwam ze het tweede gesprek. en toen had ja, ze het ook weer boos over. ja, ze zijn niet dankbaar. Dus dat ging dan overdrijven. in de trant van. ja, ze moeten een rode loper voor je uitleggen. Je wil zeker dat ze palmbladeren op de grond leggen. Nou, en zij werd steeds bozer en bozer. En op een gegeven moment had ze een knalrode kop gekregen... gooide ze haar autosleutels op de tafel... en stond ze op met, met een wijzende vingername. Dit hoef ik van jou niet te pikken! Dit hoef ik van jou niet te pikken, schreeuwde ze. Nou, en toen kwamen de tranen, liep ze naar de deur. En ik was helemaal verbaasd. Ik zei van, ja, maar wat gebeurt er nou dan? En, en toen ja, was, pakte ze de deur. Ik ga nu weg! Ik ga nu weg! En pakte ze de deurklink vast... En toen draaiden ze weer om. Ja, en toen ging ze weer zitten. En toen was ze in één keer heel verdrietig. Zeg zei ik, wel, wat gebeurt er nou? En toen zei ze, nou, ik, uh, ik merk dat, dat gewoon precies hetzelfde gevoel... als tijdens die pesterijen komt bij me naar boven. Ik zei van, ja, en, uh, ja, en nu ga je, zeg je dat je weggaat. Maar je gaat ook niet weg. En uh, nou, daar hadden we dan wat congruente nabespreking. Mm -hmm. Uh, want dat doe ik meestal wel. Als ik echt uh, provocatief te werk ben gegaan, dan ga ik dat congruent nabespreken. Mm. Uh, gewoon om even te kijken van, oh, wat zijn de reacties zijn. Mm. Um, mm. Een week later werd ik gebeld door ons uh, secretariaat. En zei: Ja, mevrouw wil niet verder bij jou in gesprek. Mm. Dus uh, ja, ik had al zo'n idee. Van nou, ik heb het wel weer iets te bond gemaakt. Mm. Dat zei ik dan ook tegen onze uh, uh, secretarieel medewerker. Ze zei van: Ja, meneer, nee, je begrijpt het verkeerd. Ze wil niet alleen. Ver, uh, niet stoppen bij jou, maar ze is ook direct gestopt bij het bedrijf waar ze werkt. Zo. En ze is gewoon op zoek gaan naar ander werk. Mm -hmm. En ja, dat traject wat ik met haar had, was via de werkgever gegaan. Aha. Dus alles wat daarbij hoorde, heeft ze gewoon in één keer afgesloten. Zo. En toen dacht ik van nou, dat is mooi. Dan is ze beweging ingekomen. En ze kiest eindelijk voor zichzelf. Hey. Dus daar werd ik hartstikke blij van. Ja, prachtig. ja. ja. ja mooi voorbeeld van. Uh... Ja, hoe, het, hoe effectief het kan zijn en, en hoezeer het ook doorwerkt. Hè? In, in rigoureuze rig, keuzes ja. uh, die mensen maken. Geweldig. Ja. Wil jij iets naar achteren gaan en uh, de microfoon een beetje naar je toe trekken? Soms dan tik je tegen dingen aan die een beetje herrie maken. Oké. Soms okay. naar achter met je stoel. Ja. ja. Uh, ja. ja. heb je iets meer bewegingsruimte voor, so, je, voor yeah. je handen. Ja, ja beter. All right. Hé, hey, ik smul van uh, dit soort uh, praktijkverhalen. Heb je er nog meer? Heb je recent bijvoorbeeld iets meegemaakt? Wat uh, nou een effectief provocatief traject was, of waar je juist een mooie combi maakte van congruent en, en provocatief? Ja, dus even nadenken hoor. Ja, dit kun je er dan dus uitknippen, maar ik zit even het verschillende praktijkvoorbeelden uh, te overwegen. Ja, dit is wel een uh, praktijkvoorbeeld. Dat was een. Een man die werkte altijd op de begaande grond. En hij had uh, hoogtevrees. Mm. Maar dan uh, nou moest hij voor zijn werk in één keer ook op een vierde verdieping gaan werken. Mm -hmm. Dus uh, ja, daar ontstonden problemen door. Want hij durfde niet naar boven heen. Dus in eerste instantie heb ik hem daar wat mee uitgedaagd. van mm. jou, uh, Je kan gewoon voortaan alleen nog maar op de begaande grond gaan leven. Hè? Dus uh, gewoon helemaal niet meer naar boven gaan. Maar goed... Ik deed dan ook wel uh, klassiek, uh, gewoon meer cognitief gedragstherapie. En dat doe ik dan graag in het veld. Ik weet niet of je wel eens bij de Uithof... waar dat heet nu, Utrecht Science Park, mm -hmm. uh, bent geweest. Mm -hmm. Maar daar heb je dus uh, Cambridge, Cambridgelaan. Mm -hmm. Dat is een hoge studentenflat. Mm -hmm. En daar kun je gewoon met het politiek naar binnen en dan op de twaalfde verdieping zijn van die balustrades van metaal gemaakt mm -hmm. en met, met van die gaatjes soort uh, ja, van het dikke metaal is mm -hmm. dus wel stevig genoeg om er overheen te lopen mm -hmm. maar de studenten die daar wonen die moeten via dat buiten via die balustrade naar hun voordeur mm -hmm. dus als je dan daar loopt ja je je loopt op een gaas maar je kijkt wel 14, verdiepingen, 14 naar verdiepingen naar beneden. Ja. Dus als ik daar sta, ja, dan, 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 dan krijg ik ook een lichamelijke reactie. Ja. Waarvan ik denk: van, ja, dat is vrij normaal dat ik iets meer adrenaline door mijn lichaam in ja. krijg. Ja. Maar goed, die cliënt die heb ik dus daarmee naartoe toegenomen. En we gingen naar de eerste verdieping. En dat durfde die niet. Hij zei: Ja, nee, ik wil niet op de eerste verdieping. Daar heb je ook zo'n balustrade. Maar die is, ja, vind ik best wel laag. Daar ja. krijg ik ook niet echt ja. adrenaline van. Ja. 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 En hij zei van, ja, nee, dat wil ik niet. Dat vind ik heel spannend en zo. En toen zei hij van, nou ja, eh, laten we toch maar dat hoger proberen. Want ik ging met hem naar, met hem naar die veertiende verdieping. En toen zei ik, weet je het zeker? Want je kan ook gewoon nog steeds kiezen voor die optie... om voor de rest van je leven eh, op de begaande grond te verblijven. Hè, dus, dus een soort patio woning, daar kun je dan naartoe gaan werken... Nee, 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 ik wil, ik wil wel graag mijn angsten aangaan. Nou, dus wij naar de veertiende verdieping. Nou, hij, hij durfde niet erop te stappen. Eerst, er zijn, nou, eerst één voet en dan wachten totdat uh, de spanning gedaald is. Dan twee voet en zo langzaam bouw je het af. Maar wat was nou een van zijn angsten? Was dat als hij op het balkon staat, dat er dan een windvlaag zou komen. die hem zo van die balustrade af zou blazen. Mm -hmm. En ik zei, hij was um, best wel groot en fors. Mm -hmm. En uh, ja, ik zei, dat well, is natuurlijk totaal absurd... dat hij uh, er zomaar vanaf geblazen kan worden. En ik zei tegen hem, van, zou dat ook mij kunnen overkomen? Hij zei, ja, 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 dat, dat, dat denk ik wel. Maar goed, dan ging ik toch zo opstaan. Ik zei, ja, hoe hard moet die wind dan eigenlijk blazen... voordat hij er vanaf blaast? Dan zei hij, ja, nou... Uh, toen ging hij erop staan en zeiden, ja, is eigenlijk ook belachelijk. Ik, uh, ik kan daar helemaal niet afgeblazen worden. Maar hij stond helemaal strak aan die, uh, aan die balustrade. Stond iets zo naar beneden te kijken. Mm -hmm. Ik zei: nou, het kan elk moment gebeuren hoor, dat je er vanaf blaast, je kukelt er zo over. Mm -hmm. En ik ging dan ook blaasgeluiden maken met mijn mond <laughs> ja. op, een beetje zo, een beetje te, te oude hoeren. He, dus dan dus, uh, je ook het contact van oude hoeren tussen goede vrienden. Ja terwijl je eigenlijk een CGT-exposure-oefening aan het ja, doen bent. Ja. Dus ik zat hem gewoon een beetje te plagen en te jennen tijdens die exposure. En ja, daardoor kwam hij toch net iets meer in beweging. Mm hij -hmm. zei van, nou ja, jij kan vast niet naar de andere kant van die balustrade lopen. Mm -hmm. Zijn we, daar, zo ver ben jij nog niet, zeg mm -hmm. ik dan tegen ja, hem. Ja. Zegt hij, ja, nou, ik probeer het toch. Ja. Zou je dat nou wel doen? Want ja, voor je het weet komt er een, komt er een klein briesje... en dan lig je zo daar op de plafuizen en ja. dan ben je volledig uit elkaar gespat. Ja. Ja. Nou, en dan een verhaal wat ik daar dan bij vertel is dat ik een tijdje bij het museum in Utrecht heb gewerkt. En uh, er was dan een collega, die kende weer iemand die deed begeleidingen op de domtoren. Dus dan klommen ze naar boven op de domtoren. Dan ga je een paar verdiepingen en heb je een mooi uitzicht op de stad. Mm -hmm. Maar er was een keer afgezet, omdat iemand helemaal naar boven was geklommen. En die was dan van de eerste verdieping, of van, ja, van de allerhoogste verdieping. Mm -hmm. Was hij eraf gesprongen Oeh. en die was dan op de tweede verdieping geland. En de politie die het, uh, die het opruimde, ja, die vond dan gewoon ledematen overal uh, verspreid. Dus dat moesten ze dan opruimen en, en gooien ze dan allemaal tezamen in een emmer of zo. Maar. <coughs> Dus dat verhaal dat vertel ik dan ook. En dan zeg ik ook tegen hem: van ja, als je niet uitkijkt, dan lig je straks ook paa, het is Helemaal uit elkaar geknald. Mm. Nou, en dan kan ik je bij elkaar rapen. En dat wil ik natuurlijk niet hebben. Want dan zeg je, zeg je werkgever zeg dan van: goh, sturen we iemand uh, naar, naar Florian Roman heen. En ik krijg hem gewoon in een emmer met ledematen. helemaal uh, krijg ik hem zo aangeleverd terug. Dat moet ik natuurlijk niet hebben. Dus doe nou maar een beetje voorzichtig. Misschien kunnen we weer beter terug naar de eerste verdieping. Want ik zie het al aan je gezicht. Het gaat hem niet worden. Nou, en dan zei hij: Ja, belachelijk, ik ga het toch doen. Nou, hij ging gespannen, liep hij daar overheen, want hij zat nog wel helemaal strak in zijn vel. Maar hij liep wel over die balustrade heen en weer. Ze: zei: Nou ja, doe het dan eens terwijl je naar beneden kijkt. En zo een beetje uitdagen. En op een gegeven moment kon hij daar gewoon staan. Hij zei: Ik vind het nog steeds niet prettig. Uh, ik voel nog steeds adrenaline. Nou, hij zei tegen hem: van, Ja, dat is normaal, dat voel ik ook, het hoort erbij. Mm -hmm. En daarna gingen we weer naar de eerste verdieping. Zei van, ja, dat vind je vast heel eng om nu op de eerste verdieping te gaan. En toen zei hij, ja, daar vind ik helemaal niks meer aan. En dat is dan mooi, om dat contrast van in het begin met hem um, te bespreken van, goh, wat maakt nou dat je dat, uh, dat niet meer zo spannend vindt? En zei, ja, omdat ik dat heb gedurfd. En kon je dat zo vergelijken. Ja, prachtig ja. zeg. Maar heel interessant hoe je inderdaad uh, uh, traditioneel uh, cognitieve gedragstherapie ja, weet te combineren met een provocatieve insteek. Ja. Gaaf. Ja, ja, dus het is gewoon het, het oude hoeren wat vrienden ook onder elkaar doen. Is prima te combineren met, uh, met zo'n exposure in het veld om ja. iemand gewoon een beetje te jennen en te plagen. Ja. Want vaak, en dat zei hij ook, ja, ik weet dat mijn gedachten helemaal niet rationeel zijn, mm -hmm. toch voelen ze echt. Ja. Ja. Nou ja, dan, dan, dan ga ik mee met dat stuk wat irrationeel is. Mm -hmm. Dan heb je het absurdisme eigenlijk krijg je dan op een, op een gouden schaal aangeleverd. Ja, ja. Want je hoeft er alleen nog maar een schepje bovenop te doen. Ja, ja. En dan zeggen ze, dan komt hij dan kom in beweging. Dan zegt hij, ja, maar ik snap wel dat het niet zo is. Dus uh, ja. Maar ook leuk hoe hij zelf dus een flink aantal stappen verder ging dan, dan per se nodig was. Doordat jij hem als het ware de andere kant op... Uh... Stimuleerde. Ja. He, ga maar terug naar de begaande grond. En nee, ja. nee, nee, ik zal je laten zien dat ik nog wel meer stappen kan zetten. Ja. Klopt het dat je vooral uit bent op die verzetsreactie? Ja, of acceptatie is ook goed. Dat vet. is ook goed voor jou. Ja, dat zijn die twee kanten. Ja, ja, ja. ja. ik vind het vaak zelfs leuker als, uh, als ze gewoon accepteren. Okay. Maar als ik een cliënt aanstuur op van, accepteer gewoon nou maar dat jij zo bent en ja. dat je niet verandert. En, uh, ja. en dat het er gewoon niet in zit voor je. Waarschijnlijk. Ja. Ja, Daar ben je blijkbaar niet toe in staat, anders had je het wel gedaan. Ja, ja dan willen ze dat meestal niet accepteren. Ja. Dan zeggen ze nee, ja. ik kies die. die die moeilijke weg wel met al die hobbels. Ja. Want ik wil niet dat het zo blijft. Nou ja, ja oké. Okay, als jij dat zo graag wil, dan... Uh, ja, dus uh, acceptatie of verzet. Die zijn uh, jou als positief coach uh, om het even. Ik zeg wel eens accept acceptatie of verzet. De coach heeft toch wel pret. Ja, dat is een mooie uitspraak. Ja, toch? Ja, ja, ja. ja. Hey, uh, en het, wat ik leuk vind, is dat doet me ook denken aan een uh, ja, act, acceptatie en commitment therapie. Ja. Heb je daar wel eens in verdiept? Niet zo heel erg ah, okay, veel. Okay. Ik ken de basistechnieken wel, ja. Ja. maar het is niet zo mijn specialisatie. Nee. Nou, daar hebben we het nog een een keer over dan. Nee. Hey, en je verhaal doet me ook denken soms aan uh, Milton Erickson <coughs> en, en uh, zijn het verhalen vertellen wat, wat hij veel deed. Uh, ja. Is dat iets wat je bewust inzet ook? Ja, zeker. Ja. 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 Als ik denk dat het helpend kan zijn, dan, dan vertel ik soms een, uh, een uitgebreid verhaal. En hoe selecteer je dat verhaal dan? Hoe weet je dat het helend gaat zijn of ja, helpend? Op basis van het verhaal wat een cliënt uh, mij vertelt, mm -hmm. uh, soms is dat gewoon een, een mooie aansluiting erop. Mm -hmm. hè? Dus ik had een uh, cliënt die had uh, nachtmerries en ja, hij vond dat heel erg uh, raar, maar hij werd dan achtervolgd door kabouters in die nachtmerrie. Mm -hmm. En ja, ik heb dan als kind de kabouter David gekeken. Mm -hmm. Dat was toen, en dan kon ik ook gelijk dat zingen van: licht te kijken, wat er onder de bomen ligt. Nou, en dan begon ik dat te zingen en hij lag al gelijk in een deuk. Mm -hmm. Dus ik heb dan hem ook geadviseerd: dan ga die tekenfilm eens kijken. En een nachtmerrie is die verdwenen gewoon, omdat de kabouters gewoon niet meer zo eng waren. Oh ja. ja, prachtig. Hij zei, hij, hij zei even tegen mij: van ja, de kabouters achtervolgen mij in een droom. En uh, het zou kunnen dat dat met zijn jeugd uh, te maken had... Met, met, met messen en bijlen. en zei van, maar heb jij wel eens omgedraaid... en aan die kabouters gevraagd... Uh, waarom ze steeds in die droom mm. achter jou aan zitten? Ja, ja. Dan draai je om en dan zeggen nou beste kabouter, uh, ja, wat, 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 wat denken jullie te bereiken? Ja. Mensen is zo te achtervolgen met uh, al die hakpijlen en zo. Ja, ja. Nou, dat, dat vond hij al een bijzonder raar en komisch idee. Maar ja. Mm -hmm. maar ja, als ik dat doe, dan draai ik me om... en dan hakken ze me in mootjes. Ja. Ja. Ja, oké, okay, dus dat was wat hij dacht. En vervolgens, ja. wat, wat heeft hij ermee gedaan? Ja, en, en vaak ging die droom dan over in, in een uh, recent uh, trauma. Dus dat was dan mm -hmm. een, een, uh, een ongeluk wat mm -hmm. hij had gehad. Mm -hmm. dus, even, dus dan kijk, kun je kiezen of in motjes gehakt worden. Maar dan weet je niet dat het gebeurt, want mm -hmm. uh, je hebt ze nooit de kans gegeven. Nee, nee, ja. Of je gaat uh, dat, uh, dat, uh, de trauma nog een keer herbeleven. Ja. ja. Dan heb je in ieder geval een, een extra smaak. Hè? Ja, Want nu gaat het ja, steeds over in het ja, trauma. Ja, en dat weet je al. daar heb je ja, al vaak genoeg ja, gehad. Ja, dan kun je ook nog kiezen van... of oh, oh, wil ik liever vannacht dat trauma herbeleven... of uh, kies ik ervoor om ook eens een keer in moties gehakt te worden door kabouters. Ja, maar misschien doen ze dat niet eens. Nee, maar dan nee, moet je nee. eerst aan ze vragen. Ja, 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 ja. 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 Is hij het gaan doen. <laughs> ja. Maar dat betekent dus ook dat hij controle had over zijn droom als het ware. Dat hij, dat hij bijna, ja, ik weet niet of je dat lucide dromen kan noemen... maar in ieder geval of zijn droom ja. kon sturen... Ja. Maar dat, dat komt eigenlijk blijkbaar. Ja, dat is. Um, jij hebt het over lucide dromen. Dat is natuurlijk ook echt een interessant onderwerp. Mm -hmm. uh, het bewust worden in dromen kun je natuurlijk ook gewoon trainen mm -hmm. door heel vaak je dromen op te schrijven, Dan mm -hmm. word je al wat meer bewust van. En uh, tussen waak en slaaptijd in, vlak voordat je gaat slapen, ja, daar is er zo'n half droomtoestand mm -hmm. met vrije associaties. Mm -hmm. Um, waar je brein ook meer open staat voor suggesties. Dus dan kun je ook tegen jezelf zeggen van... goh, uh, als ik vannacht over dat soort kabouters droom... Mm -hmm. dan draai ik me om en ga ik dat eens aan ze vragen. Oh, ja. Ja. Spreek je ook uit ervaring nu? Heb, heb je uh, jezelf daarin getraind of geoefend? Uh, ik was daar een tijdje in geïnteresseerd. Oh, en toen ja. heb ik het... Uh, heb ik, ja, dat was een jaar of twee... Uh -huh. Uh, maar dat is ook inmiddels alweer tien jaar geleden. Oh ja, ja. En op een gegeven moment ben ik daar weer mee gestopt. Maar ja, ja je kan... Uh, dat is wel mijn eigen ervaring. Dat je in ieder geval voor kan zorgen dat je aanzienlijk meer droomt... door alleen al je dromen op te schrijven. Ja. ja. Um, maar dat kost ook een discipline. Want dat betekent dat zodra je wakker wordt van een droom. ja, dan kun je niet lekker omdraaien en verder slapen. Oh, moet dan, je... dan moet je direct gaan opschrijven. Ja, herkenbaar. Ja. Nou, daar had ik geen zin meer in hoor. Nee. op een gegeven moment. Nee, dat snap ik. Nee, zeker als je steeds meer dromen krijgt. Nee, dit klinkt heel herkenbaar. Ik heb het ook een tijdje bijgehouden. Ja. ik vraag me zelfs af of je meer droomt. of dat je je van meer dromen bewust wordt. Ja, want we dromen natuurlijk ook heel veel zonder dat. de volgende dag uh, ons te herinneren. Ja, ja. heel interessant. Ja, ik denk dat dat laatste het geval is. Ja, ja. Ja. Hey, um, ik heb je in het voorgesprek al verteld dat ik overweeg om een boek te schrijven over uh, provocatief coachen. En dat moet natuurlijk een uh, vernieuwend boek worden. Er zijn een paar dingen die ik uh, daarin interessant vind, omdat daar nog niet zoveel over geschreven is. Ja. Eén daarvan is: uh, hoe belangrijk is het wat voor taal jouw coach gaat spreken in reactie op jouw provocaties? Hoe kijk jij daarnaar? Ik begrijp niet zo goed uh, wat je bedoelt. Nou. Okay. Even, in eerste instantie is het wel fijn dat als je in gesprek bent en je ontvangt uh, een cliënt. <coughs> en ja, ik zeg dan wat, dat hij niet in één keer Arabisch tegen mij gaat praten. Want ja, ik kan gewoon niet zo goed Arabisch verstaan. Ja, er zijn een paar verschillende. Ja, ja, stop maar, stop maar, stop maar. Ik vermoed al dat je deze letterlijk <laughs> ging opvatten. met jouw absurdistische brein. Maar wat ik bedoel is dat er. Uh, er zijn vanuit. Coachperspectief of therapeutisch perspectief kun je onderscheid maken tussen verschillende talen. Bijvoorbeeld uh, in motiverend gesprek onderscheiden we verandertaal en behoudtaal. Ja. Hè, dus uh, zegt dat iets? Ja, daar heb jij wat over geschreven. Ja, precies. Ja, ja. ja. Maar ik, ik ben benieuwd, hoe kijk jij daarnaar vanuit je therapeutische met je therapeutische bril? Is het iets waar je op let? Is het iets uh, waar je de ander ook ruimte voor geeft om om, om te verwoorden? Uh, hoe de verandering eruit zou kunnen zien, of vind je dat minder belangrijk? Ja, uiteindelijk als het erop aankomt, dan heb ik bijzonder weinig invloed op of iemand gaat veranderen, ja of nee. De mm -hmm. cliënt mm -hmm. die gaat dat zelf bepalen. Mm -hmm. Maar als ik het al kan bereiken dat iemand wat meer lacht om mm -hmm. zijn eigen problemen, mm -hmm. hè? dat iemand ook in staat is om het over zijn problemen te hebben zonder daar gelijk zo door overvallen te worden. Dan, uh, dan ben ik al uh, heel erg, daar word ik dan al heel erg blij van. Ja. 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 En als iemand dan ook nog eens zegt. Van goh, ja, ik neem het maar voor lief dat ik zo ben. Of ik neem het maar voor lief dat, dat ik daar niks aan kan doen. Mm -hmm. He, dus uh, dan is het maar zo. Mm -hmm. Dus een stukje acceptatie mm -hmm. of echt in beweging komt. Mm -hmm. Ja, dat vind ik mooi, ook, ook erg mooi om te zien. Dat snap ik. Dat ja. snap ik. Ja. Ja. En, en, en soms komt het qua tijdstip dan niet zo handig uit. Mm -hmm. Ik heb een, een keer een vrouw gezien, nou, die, die zat hoog in de ladder van een, van een best wel groot bedrijf, mm -hmm. vlakbij de directie. Mm -hmm. En die kreeg. Kreeg constant taken, hoge verantwoordelijkheid. En ze was altijd in tranen tijdens de gesprekken. En altijd, ik wil het niet meer, ik kan het niet meer en het is gewoon te veel. Mm. En, ja, en dat verbaasde mij, dat vond ik dan ook weer komisch. Maar je blijft het wel doen. Ja. En, en over stoppen, stoppen met werken, daar, daar kon geen sprake van zijn. Mm. En nou, met allerlei overdrijvingen met haar in gesprek gaan. En toen, helemaal aan het einde na zeven sessies ongeveer, zei ze tegen mij... ik doe het niet meer. Ik heb ervoor gekozen om me ziek te melden. En ik heb het gedaan. Ik vond het ontzettend lastig. Ik moest, zoals jij aangaf, het ongemak daarbij verdragen. Maar ja, ik voel nu wel iets meer rust. Tegelijkertijd onrust, omdat ik het uh, niet gewend ben om dat zo te doen... En een hele vrije dag. Ja, het voelt heel raar voor mij. Omdat ik altijd bezig ben. Maar ik heb het gewoon nodig. En toen zei ik tegen haar van... Ja, maar hallo. Daar, had je, daar ben je nu veel te laat mee. Dat had je aan het begin van het traject moeten doen. Je moet je aan het begin van het traject... moet je je ziek melden. En dan kunnen, dan kunnen we aan het einde van het gesprek... dan kunnen we zeggen bijvoorbeeld... Ja, aan het begin... 10% arbeidsgeschikt of 0% als je helemaal mm -hmm. bent uitgevallen, maar die cijfers die moeten omhoog. Die moeten niet het kan niet zo zijn dat jij je hier aanmeldt met 100% arbeidsgeschikt en, 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 en je dan uh, dat we dan af gaan ronden. Met 0% arbeidsgeschikt. He, dan zeggen ze: van ja, dan sturen ze iemand naar mij toe. En het gaat er alleen maar op achteruit. Dat, dat kan is, toch niet de bedoeling slecht zijn? Slecht voor jouw naam. Ja, nee. dat is slecht voor mijn naam. Ja. Straks komt er niemand naar, meer naar me toe. Mm -hmm. Nou, dan zei ze: ja, maar ik kan me helemaal geen reet schelen. Wat, so. wat, 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 het, gaat, het gaat toch om mij? <laughs> ze nee, dat gaat niet om jou. Gaat helemaal niet om jou. Nou, ik vind van wel. Nou, ging ze dan mooi tegen Lekker assertief. Uh, uh, ja. ja, dat ja, vond ik is, heel erg leuk. Dat en zij ik. ook, waren de grootste lolzaal. Ja, prachtig. Maar dit is wel een mooi voorbeeld van hoe je toch bepaalde taal ontlokt. Of een bepaalde uh, assertiviteit. Uh, je kunt een taal noemen, kun je, uh, maar je kunt het ook assertiviteit noemen. Uh, ja. Maar het is een, een hele gezonde reactie die je eigenlijk uh, uitlokt. Ja, gaaf. Ja. Ja. Hey, en wat zie jij gebeuren op het gebied van creatief oplossingsvermogen bij cliënten? Uh, zie je daar ook een verband tussen als je proactief werkt, dat dat op een of andere manier gestimuleerd wordt? Um, ja, dat, dat, uh, dat zeker. Dat is een stukje herkadering of het, of het geven van een nieuwe betekenis aan gedrag. En dat, uh, ja, omdat ik mensen zie die uitvallen van werk met psychologische klachten. Um, zie je hoe heel vaak met stress- en burn-out-gerelateerde klachten mensen mm -hmm. voorbij komen. Mm -hmm. En als ze dan hun problemen bekijken, dan, dan ontstaat er vaak een soort tunnelvisie, een mm -hmm. bepaalde copingstijl. Ze mm -hmm. zijn uh, gewend om hun problemen op een bepaalde manier op te lossen. Mm -hmm. Nou, dat heeft altijd goed gewerkt. Dan verandert de situatie. En dan werkt datzelfde probleemoplossend vermogen, dat gedrag, dat werkt niet meer. Mm -hmm. Maar ze blijven het wel doen, omdat mm -hmm. ze dat zo gewend zijn. Mm -hmm. En dan lopen ze erop vast. Mm -hmm. En als ze erop vastlopen, dan komen ze onder druk te staan. En dan gaan ze het juist nog meer doen. Mm -hmm. En dat is dan een soort tunnelvisie waar ze in terechtkomen. Nou, als er uh, een gesprek ontstaat. waarin ruimte is voor, voor wat humor en absurdi, abs, absurdistisch context mm -hmm. hè, door het wat uit te vergroten, door het gek te maken, uh, of juist iets wat zij slecht vinden, dat ik dat dan weer heel erg goed of heel erg grappig vind. Mm -hmm. En dan leg ik ook uit waarom dat zo is. Mm -hmm. Ja, dan, dan, dan komt die herkadering er van, als vanzelf bij. Mm -hmm. En dat uh, zorgt er al voor dat ze een probleem van een ander perspectief gaan zien. Ja. En zo had ik één keer een cliënt, dat was een man, die, 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 kwam, die had als probleem van, ja, ik vind het lastig om me uit te spreken. En was dan bezig met het opbouwen van zijn uren op het werk. En dat durfde hij niet aan te geven bij zijn leidinggevende. Van ja, als die werkdruk zoveel toeneemt... dan voelt dat als te veel voor mij. Want ik denk dan dat mijn werkgever, mijn chef op de werkvloer... die vindt dan dat ik, uh, dat ik niet competent ben... en dat ik niet geschikt ben voor mijn werk... en dat ik dan mijn baan verlies, et cetera. Mm -hmm. Nou, toen hebben we dat drie gesprek gehad uh, op locatie. Dat is een afrondend gesprek met de werkgever erbij. En... Uh, toen hebben we dat gewoon gelijk gecheckt. Van goh, is dat ook echt zo? Hè? Vraag het nou eens aan hem. En toen vroeg hij dat. En toen zei hij van ja, nee, dus ik, ik denk dat helemaal niet over jou. Dus, hè, dat is zo van, nou, goh, dus dat moet je gewoon vaker checken bij hem. En nou, toen wou hij nog een paar vervolggesprekken bij me. En toen kwam hij bij me. En toen zei hij van ja, ik heb toch nog wel last van die spanning. En ja, ik wilde graag dat je me helpt om van die spanning af te komen op werk. En zei van ja, maar daar hebben we het al over gehad. En we hebben ook al gezegd: van, oh, goh, als je ergens iets denkt of gaat invullen voor een ander, check het dan bij die ander. Mm -hmm. En ze zei: hij, ja, dat weet ik wel. En toen kwam er in één keer een heel verhaal uit, dat had ik ook niet verwacht, dat hij vreemd ging met een collega op de werkvloer. En hij zei van, ja, en, en, uh, en ik vroeg daar van, ja, ben je daar van plan om daarmee te stoppen? Want hij uh, was dan uh, volgens mij wel een beetje verliefd op die andere collega. Maar had tegelijkertijd ook weer een relatie waar hij zich heel veilig en geborgen in voelde. Mm -hmm. Dus daar wilde hij dan uh, ook niet vanaf. Maar ja, seks was daar niet meer. Mm -hmm. En dat, dat vond hij dan weer die spanning op de werkvloer met mm -hmm. die collega. En dan zei, die, zegt hij tegen mij van ja, ik wil graag dat je me afhelpt... Van die spanning te voelen op de werkvloer. En die spanning thuis, als ik thuis ben. En zeg van ja, maar het is toch gewoon hartstikke normaal dat jij die spanning voelt. Het zou juist heel raar zijn als je die spanning niet zou voelen. Ja. Want jij zit gewoon in een situatie, je bent aan het vreemd gaan. Je bent niet van plan om te stoppen. Mm -hmm. en dan kijkt die mail stout aan. Zegt die nee, dat ben ik inderdaad niet. Want het is toch wel fijn zo. Mm -hmm. Dus toen begon ik daar heel hard om te lachen. En dan zegt hij van ja, maar zit jij nou te lachen? Om, uh, om, terwijl ik een serieus probleem inbreng... Ik zeg van ja, maar ik vind het heel komisch... want jij wil dat ik, dat ik jou ga afhelpen van spanning... terwijl je zelf aan het frame gaan bent. Ja. Dan kan ik je dan toch niet van die spanning afhelpen? Die spanning die hoort daar gewoon bij. Die zoek je op. Ja, ik vind dat heel grappig. Mm -hmm. want, uh, want, want hij deed net alsof ik hem van de angst moest afhelpen... om zich uit te spreken. Maar daar ging het helemaal niet om. Nee. Prachtig. <laughs> Mooi verhaal. Hé, hey, we hebben nog... Uh... Een kleine tien minuten. Oké. Okay. Is er iets uh, wat ik je had moeten vragen, maar uh, nog niet heb gevraagd? Nou nee, niet in het bijzonder. Misschien nee. heb jij nog vragen die je mij nog niet hebt uh, gesteld... die je graag wilde vragen. Ik zal eens op mijn een lijstje kijken. Ja, zijn er nog valkuilen? Dus stel dat uh, mensen die uh, ja, wel affiniteit <kuggen> hebben met de provocatieve stijl... die misschien een boek hebben gelezen of misschien ook wel wat training gevolgd... Ja. En die, uh, die, die hun eerste stappen zetten op het provocatieve pad... Wat zijn mm. uh, valkuilen waar ze voor moeten waken? Ja, dus um, dat is een van de valkuilen, is dat je het, je eigen plezier op de voorgrond stelt van het welzijn van de cliënt. Mm. Um, die moet altijd voorgaan. Mm. En je, je kan beter vanuit een congruente basis um, afstemmen op de ander en dan langzaam de humor opschroeven. Mm. En in plaats van gelijk vol erin, mm -hmm. tenzij je graag zegt van... Oh, goh, dat maakt me niet uit als heel veel mensen bij me weglopen. Ja, laten we daar niet van uitgaan. Oké, okay, dus langzaam opbouwen. Ja, en eigenlijk nog een andere grote valkuil is dat... en dat heb ik gemerkt tijdens het uh, trainen van mensen... met provocatieve uh, gesprekstechnieken of coaching... is dat ze dan heel erg hun best gaan doen om grappig te zijn... Mm. En uh, ja, als je heel erg je best doet om grappig te zijn... hetzelfde werkt als je een, een, een mop vertelt... Mm. Uh, ja, dan, dan is het bijvoorbeeld al niet meer grappig. Mm. Uh, ja, als je een mop vertelt en, en iemand snapt hem soms niet... snapt de clue van de mop niet... Mm. vervolgens als je die mop, uh, mop gaat uh, uitleggen... van dit was de clue... ja, ja dan komt er nog zo'n... oh ja, dat was best grappig. Ja. ja, dan is het gewoon niet grappig meer. Ja. Dus um, wat mij... Uh, enorm helpt bij het plaatsen van gedrag van mensen in een absurdistische context mm -hmm. is het lezen van uh, stripboeken. Mm -hmm. uh, Jaap en Jeffrey die hebben het in hun boeken van, uh, over het kijken naar interne televisietoestellen. Mm -hmm. En daarmee bedoelen ze van als je met een cliënt in gesprek bent, um, ja, dan projecteer je als het ware het probleem van gedrag van een cliënt in je hoofd op een televisiescherm en plaats die cliënt in allerlei komische en absurdistische uh, scenario's, dus daar zul je een soort slapstick van kunnen maken waardoor het komisch wordt. Mm. Uh, ik doe dat meer door uh, interne projectie van stripboeken. Mm. Dus een cliënt komt bij me, ja, dan, dan denk ik al direct van hoe zou het zijn als die cliënt met dit gedrag en met dit, dit uiterlijk, met deze uitstraling door zo'n stripverhaal heen zou lopen en dan zijn zo probleemgedrag zou doen. Really? Ja, als het dan ook nog een, een komische schrijver is. Mm. Ja, dan, dan, dan komt er vanzelf komen allemaal uh, ideeën al bij me naar boven. Ja. Wat grappig. Ja, dit verbaast me niks. Jij, jij tekent zelf ook cartoons natuurlijk. Dus dat... Uh, ja. uh, ik kan me voorstellen dat dat dichtbij uh, ligt. Heb, <coughs> heb je nog tips voor, voor uh, uh, type stripboeken waar uh, die absurdistische humor in zit? Of waar het soms naar het provocatieve neigt? Ja, dus... Um een van de beste daarin, maar dat is mijn persoonlijke smaak, oh ja, is, 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 is Good. Die is geschreven okay. door Koskini en getekend door Tabari. Okay. En Isnogut, dat gaat over een verhaal, is een groot vizier en die wil graag kalief worden in plaats van de kalief. Dus mm. hij is de schurk en hij probeert de kalief Harun el-Poussa, probeert hij van de, van de troon te stoten. En dan is elk verhaal weer een of andere snode plan die hij bedacht mm. heeft en dat mislukt gewoon gegarandeerd en als lezer weet je dat ook. Ja. Nou en hij komt er allerlei gekke situaties daar, uh, daardoor en het mislukt gewoon altijd. Dus uh, het, het vind ik al bijzonder komisch als ik dat lees, ja. Afgezien van de tekenstijl die een beetje rommelig en, en ook gekkig is, dus, uh, ja, en daarnaast de uh, Gilles de Geus. Dat is ook een, uh, st een stripboek uh, over uh, van Belgische tekenaars. Dat is uh, een beetje in de middeleeuwse stijl uh, gemaakt. Maar dan komt hij ook op een gegeven moment, uh, is de held, is dan Gilles de Geus, die komt dan een verzamelaar tegen. Mm -hmm. En die verzamelt een soort Guinness Book of Records. Mm -hmm. En die verzamelt dan ook, uh, ja, heeft hij een groepje mensen om zich heen. En dat is dan één man, dat is de man met de grootste oren ter wereld. Dus dat is die man met de grote oren. En één man die valt dan buiten het plaatje van, van, van uh, waar hij op afgebeeld staat, is dus mm -hmm. de langste man ter wereld. Oh, ja. En dan staan er ook twee mannen bij... Ja, daar is niet echt iets bijzonders op aan te merken. Dus dan vraagt die Gilles, de geurswaardige verzamelaar... ja, maar wat is dat dan? Het zijn eigenlijk drie mannen en die zien er eigenlijk vrij normaal uit. Hij zei, ja, die ene man, dat is de grootste reus, of de, de kleinste reus ter wereld. Die andere is de grootste dwerg. En zeg maar, dat ziet er gewoon uit als, als normale mannen. En, en die derde man, wie is dat dan? Ja, dat is die man die die twee aan mij verkocht heeft. En dat is, die heeft het uh, behaald om de grootste oplichter ter wereld te zijn. Oh, prachtig. Ja, dat ja. goed gehaald, hè? hey wat een mooie tip zo, uh, als uitsvinger. Florian, ik ga je bedanken voor dit uh, entertainende... En, uh, en ook wijze gesprek over de provocatieve stijl. Ja. Het mogen duidelijk zijn dat jij de wereld mooier maakt. Dat geldt ook vast voor, uh, voor jou als luisteraar. Dankjewel dat je tot het einde hebt uh, geluisterd. Ja, uh, heel graag gedaan. Ik wil ook graag eraan uh, toevoegen dat, uh, dat ik jouw stijl van provocatief coach heb ik een paar keer mogen observeren. Uh -huh. Vind ik ook echt een hele goede. En uh, wat me dan ook opvalt, en dat zie ik uh, ook wel eens bij andere provocatieve coaches terug, is dat je hebt dan zo'n blik in je ogen. En dan zie je eigenlijk dat je verwacht dat er al iets komisch gaat gebeuren. En dat werkt ook al aan zich al zo aanstekelijk. Dat je op die manier met een cliënt in gesprek bent... en je kijkt van, oh, maar dat is eigenlijk heel grappig en goed. Een soort um, blik die mensen ook krijgen... als ze zich erg op iets aan het verheugen zijn. Ja, ja dat vind ik heel goed. Wat ja. leuk, wat een ja. leuk feedback. Dank je wel. Goed om te horen. Um, nou, nogmaals dank en, uh, aan jou als luisteraar. Dankjewel toch, dat je tot het einde hebt geluisterd. Jij maakt ongetwijfeld de wereld uh, ook mooier. Blijf daar vooral mee doorgaan. Dan wordt elke dag de wereld een stukje mooier.